Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Denkt u dat de nieuwe coronamaatregelen het tij gaan keren? Ja, ik vind ze op zich wel goed. Want ja, je moet natuurlijk voor elkaar oppassen. Ik heb mijn idee erover, maar goed. Je moet op elkaar passen natuurlijk. Ik bedoel, dat is wel een hoogstaande verantwoording, lijkt mij. Ik hoop het wel, maar dat hangt heel erg af van het gedrag van de mensen. Dus ik denk dat het wel kan, als iedereen zich ook daadwerkelijk aan de regels gaat houden. Ja toch, ja, ga wat helpen. Ja. Ik denk, hoe meer je alleen bent, hoe veiliger je bent. En hoe meer je bij mensen bent, hoe meer risico je hebt om corona te komen, zeg maar. Beter veilig lopen en veilig alleen zijn, zeg maar. Een beetje, niet echt alleen, maar soms komen mensen, zeg maar, niet zo dichtbij, een beetje afstand nemen. Dan komt alles beter. Nu is het ook het advies om in winkels mondkapjes te gaan dragen. Gaat u dat doen? Als het nodig is wel, ja. Ja, zeker. Ik heb er altijd één in mijn tas zitten, dus voor noodgeval als moet, dan kan ik hem zo opzetten. U gaat zich eraan houden? Ja, absoluut. Ja, ik ga nu naar mijn vereniging, Zuid Blauwhuis. Daar gaan we de maatregelen bespreken zoals ze gisteren zijn besproken. Of ze mee zijn gedeeld. En kijken wat het voor gevolgen heeft voor ons programmering. Want wat zou dat kunnen betekenen? Nou, 's avonds om 10:00 dicht. Dat betekent maandag, dinsdag, woensdag zijn er sowieso biljartverenigingen hier actief. Ja, die zullen de keuze iets eerder op moeten gaan ruimen, schat ik zo. De maatregelen zijn voor 3 weken. Denkt u dat dat genoeg is? Zelf denk ik dat het een klein beetje karig is hoor. Ik bedoel, 3 weken, ik vind het wel krap genomen. Maar ja, zoals we een beetje gewend zijn van deze regering, zeggen ze dingen die ze nog niet echt helemaal waar kunnen maken. En dat komt ook dat ze er gewoon te weinig tijd voor nemen om erachter te komen wat het nou precies inhoudt, naar mijn idee. Ik denk het wel, ja. Als mensen zich echt aan gaan houden, want dan in principe zie je wel over 10, 14 dagen zou je wel het verschil moeten kunnen gaan zien. Ja.